Ruud Brood, gefeliciteerd. 2-0 gewonnen van Telstar. Het was een thuiswedstrijd waarin er geen tegengoal viel. Dat is positief. Maar ik denk dat je ook wel dingen hebt om op je ploeg aan te merken. Ja, maar ik begin met de positieve. Want meestal beginnen we hier als we gewonnen hebben heel kort positief. En dan gaan we alles opnoemen wat slecht was. Maar tuurlijk, de eerste helft kan je heel kort over zijn. Eén kans gecreëerd. Zij konden makkelijk opbouwen. Beetje pech van Greg. Wordt onderkant lat eruit gehaald. Anders breekt dat nog. Op de zijkanten niet scherp genoeg. Dus dat ging moeizaam. In de rust dus gewisseld door Sjoerd te brengen. Was ook van tevoren afgesproken dat hij in zou vallen. Na 3 weken. Nou, dan zie je dat we voorin even wat ritme nodig hebben. Ali natuurlijk 2 weken niet. Maar dat is geen excuus. Maar het geeft ook wel weer de kracht aan. Hè. We geven een middenvelder prijs. Maar voorop hebben we gewoon genoeg kwaliteit. En is Santos die de goal dan maakt. Nou, later hebben we nog besloten om Emilson te brengen. En dan ben je heel blij voor die jongen dat hij een doelpunt maakt. Nou, en dan moet je ook nog wel meenemen dat Joshua Smits 2 hele goede reddingen maakt. Waardoor we natuurlijk de nul houden. Nou, daar ben ik ook heel tevreden over. Maar ja, we hebben ook wel... We moeten oppassen dat we niet we wisten dat het niet makkelijk zou zijn, maar dat we niet op de automatische piloot gaan spelen en niet meer mee verdedigen, dat soort dingen. Dus als team moeten blijven functioneren, maar er zijn wel aanwijzbare redenen hoor. Wat ik net noemde, met jongens die last hadden, Comboy die met een enkel blessure eruit gaat. Ik wil niet zeggen dat Marcel Appia het slecht deed, integendeel, maar ja, we hebben wel wat moeite gekend en... Maar goed, positief is 2-0, wat je zei, en 3 punten. Je vat het eigenlijk in een notendop al samen allemaal. Toch nog even terug naar die wissel met Sjoerd Ars die daarin terugkwam op het veld. Dat was wel de fase vlak na de rust waarin NEC het sterkste was en ook de goal maakte. Ja, vond ik ook. Wij wilden ook hoog druk zetten met de 2 spitsen. Dan weet je wel dat je middenvelder tekort komt. Maar ik vind ook wel dat we op jacht moeten gaan naar die goal. En dat gebeurde de eerste helft te weinig. De opbouw was, laat ik dan zo zeggen, konden moeizaam de opbouw plaatsen. En ja, je weet met Sjoerd Ars, dat is een jongen die in de loop is. Met Santos die er altijd is. En nou, op de zijkant kunnen ze geen rugdekking geven. Nou, gelukkig is dat goed uitgepakt. Tegelijkertijd zag je ook wel dat er veel werd gevraagd van de middenvelders en de achterhoede. Maar we hebben het goed gedaan daarin. Dat is nog de kritische kanttekening die dan geplaatst kan worden. Want na die 1-0 en vooral de laatste fase van de tweede helft liepen jullie ook wel erg ver terug. En kreeg Telstar ook nog de mogelijkheid om aan te vallen. Ja, dat had meer te maken dan dat je met 4 spitsen speelt. En we vroegen wel van een van de spitsen om erachter te spelen op die middenvelder. Maar dat gebeurde moeizaam. Tegelijkertijd als je dan slordig bent naar de zijkanten, want daar lag ontzettend veel ruimte. Ja, dan schakelen zij redelijk snel om en ze hebben een balvaste spits. Dus ja, dat mag niet gebeuren. En ja goed, de volgende keer zullen we ook wel doordacht aan het werk gaan. Hoewel ik nog niet weet wie ik allemaal heb, want er zijn best wel wat klachten. Maar daar heb je wel een punt. Dat we mede door het 4-2-4, om het maar zo te zeggen. Ja, dan moeten we iets slimmer zijn in balbezit. En verdedigend wat beter staan. Maar oké. Ik ben blij dan natuurlijk dat we gewonnen hebben. En dat is ook wel weer knap van deze groep. Op naar maandag, op naar Volendam. Theoretisch gezien, klinisch gezien, 18 punten voor. Theoretisch gezien kun je eigenlijk volgende week al, het K-woord maar te noemen, kampioen zijn. Maar dat is denk ik wel heel erg vroeg. Ja, ik ben niet zo goed in dat rekenwerk hoor. Ik zit nu met de selectie en de staf. Zijn we blij, zeggen we ook. We schakelen door. Volgende wedstrijd, 3 punten binnen. En we hebben ook wel wat kansen gehad. Maar ja, we weten ook wel weer dat het maandag weer zwaar wordt. Maar aan de andere kant, het doel komt steeds dichterbij. Laten we dan positief afsluiten. De jongens zijn behoorlijk bezig. 9 wedstrijden op rij, geloof ik, gewonnen. En in verschillende samenstellingen. En dat zien we ook graag. En als er dan nog scorend vermogen bij komt, dan maakt het alleen maar sterker. Dankjewel.